We zijn weer terug, dames en heren. Welkom vanuit het Allianz Stadion. Mijn naam is Evert ten Apel. Het is altijd speciaal als je wordt opgeroepen voor je land. Daar kun jij over meepraten, lijken. Ja, als klein jongetje droom je daarvan, Evert. Dit Allianz Stadion in Turijn herken je uit duizenden aan die twee opvallende staanders van 86 meter hoog aan weerszijden. Waaraan de dakconstructie trouwens is opgehangen. Maar ja, daar komen de fans natuurlijk niet voor. Nee, die komen hier vooral voor de thuiswedstrijden van de Italiaanse topclub Juventus. En hier zien we de opstelling waarmee ze vandaag beginnen. Deze formatie moet het vandaag gaan doen. 4-4-2. Nou, ik denk niet dat de tegenstander daar wakker van ligt, toch? Nee, natuurlijk niet. Dit is echt de traditionele variant met twee buitenste middenvelders. Een controleur en een aanvallend ingestelde middenvelder. Dus het is een beetje in een ruit, zullen ze dan een beetje gaan spelen. Dus eventjes afwachten, even. En dit is de formatie waarin de ploeg van start gaat. Er lijkt gekozen te zijn voor zekerheid als we kijken naar dit 5-4-1 systeem met een ruit op het middenveld. Ja, het eerste waar deze ploeg aan denkt is geen goals tegen krijgen. Ja, en bouw je het helemaal dicht achterin. Dan timmer je het dicht met 5 verdedigers en 4 middenvelders. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Balbezit herover, daar komt de kans op een voorsprong. Daar is het openingsdoelpunt. Daar hebben we niet lang op hoeven wachten. Nee, en nu krijgen we een lekkere open wedstrijd. Zonder moeite van dicht bij de goal ingewerkt. Ja, de speler moet ver komen van de verdediging. Die laat hier toch wel een flinke steek vallen. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. De eerste bal gaat er vandaag in. Campos. Die paas wat onderschept. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? De bal komt in het strafschopgebied. Vrije trap gegeven al vroeg in de wedstrijd. Is nog even zoeken naar de juiste flow. Hij heeft een gele kaart aan zijn broek en moet dus nu wel een beetje op zijn teller gaan passen. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Sliding, overtreding. Soutjouin Jim. Moet je dat zien? Benjamin Mukanjo.
gepakt door de keeper. Bal over de achterlijn, hoekschop dus. Diepe corner. De keeper neemt het zekere voor het onzekere en knokt de bal weg. Oh, oh, dat kan een dure fout worden. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. De keeper gaat op weg naar het andere doel. Heel merkwaardig. Gaat op het doel af. Het scheelt weinig of die bal zit erin. Castro. Hij wordt onder druk gezet op eigen helft. Castro. Mogelijk een goede kans hier. Hij drijft de bal op. Benjamin Mukanjo. Redding door de keeper. De aanval loopt door. Scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Suchuin Jim. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Martins. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Die paas gaat breed. De bal gaat over de zijlijn nadat hij is aangeraakt. Campos. De bal gaat heen en weer. Goed idee zo over de flank. Bal midden voor het doel. De keeper heeft hem, geen enkel probleem. Vincent Aboubakar. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Dit is een grote kans hoor. Zo, wat een redding van die doelman op die inzet van dichtbij. Wat een reflex even, schitterend om te zien. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Ai, 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 van die afstand mag je toch wel meer verwachten hoor. Zo'n bal moet toch eigenlijk gewoon tegen de touwen? Ja, die had moeten zitten, Evert. Deze slappe inzet, die had jij ook gepakt. Zeker weten. Castro. Hij weet die paas te onderscheppen. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Vincent Aboubakar, kans om te schieten.
Doelpunt. Ze vergroten de voorsprong. Dit is de treun van Jewelse voor de tegenstander. Ze zullen nu moeten jagen op de aansluitingstreffer, waardoor ze nog meer ruimte weggeven. En de aanvoerder van de ploeg laat zien hoe het moet. Geweldige goal. De goal vanuit een andere hoek. Castro. Campos. De tegenstand. De scheidsrechter geeft een vrije trap. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Uithalen zou ik zeggen. Wat een doelpunt. Er mankeert niets aan de afronding. Maar er gaat ook een geweldige aanval aan vooraf. Ja, voor dit soort voetbal kom je naar het stadion. Het eerste doelpunt heeft hem blijkbaar genoeg zelfvertrouwen gegeven om er nog één te maken. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Gutierrez. Die paas wat onderschept. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Een uitgelezen mogelijkheid om te schieten. Hier inleveren, zegt de keeper. Castro. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? De bal wordt in de 16 gebracht. Wat een prachtige redding van de keeper die een inzet van dicht bij ons aanvoert maakt. Ja, hij moet snel reageren. Prima keepwerk. De bal wordt voor het doel gebracht. Het is lichte paniek in de verdediging. Vrije trap! Het schot. Weggewerkt door de keeper, maar de aanval gaat door. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Bal in de 16. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Daar zit de tegenstander tussen. Wat goed gezien hoor. Hij is er doorheen. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Wie pakt die bal op? Benjamin Mukanjo. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel.
Nog steeds aan het drip. Dan schiet hij. We wachten op de corner. Ze kiezen voor de lange variant. Wat een slordige opbouw. Nu zijn ze de bal kwijt op een gevaarlijke positie. Dat lijkt een prima steekpaas. De bal gaat naar de keeper. De vierde official geeft aan dat we 5 minuten blessuretijd krijgen. Wat een actie. Doet hij goed. Oh, hij scoort. Hij scoort 3 keer. Ga er maar aan staan, zo'n hattrick. Uitstekend gedaan. En ja hoor, nummer 3 van vandaag. Dat is lekker voor de speler. Hij schiet ze er achter elkaar in, Evert. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Nou, het scorenverloop begint nu al eenzijdig te worden. Gutierrez. Vincent Aboubakar. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Uitstekend ingegrepen door de keeper. Ja, knap gedaan. Dat was een hele behoorlijke kans van die afstand. Vincent Aboubakar. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. De scheidsrechter fluit voor rust. Stand is 4-0. Over zijn spel in de eerste 45 minuten valt helemaal niets af te dingen. Tja, hij mag niet klagen met die hattrick in de eerste helft. Hè? En hij heeft tot dusverre echt het verschil weten te maken. Zich wel. We zijn weer van start. Er moet wel een wonder gebeuren om die achterstand nog om te buigen in een gelijkspel. Of misschien zelfs wel een overwinning. Castro, die bal is voor de tegenstander. Mogelijk een goede kans hier. Campos. De scheidsrechter laat doorspelen. Kans om te schieten. Benauwde momenten daar voor het doel, maar die bal gaat er niet in. Ja, maar dit is echt goed verdedigd, Evert. De scheidsrechter lijkt even te twijfelen, maar trekt nu toch geel. Ja, voor mij had hij hem op zak mogen houden, hoor. Vincent Aboubakar. Oh, dit kan een kans worden. De tegenstander weet de paas eruit te halen. En hij is de bal kwijt. Fijn paasje. Hij wordt vrijgespeeld in de diepte. En nu uithalen. Een geplaatste bal en veel scheelt het niet, Jury. Luttele centimeters, denk ik zo. Ja, kijk, dat hij die bal plaatst van die afstand, dat is geen verkeerde oplossing. Ja, hij is net niet nauwkeurig genoeg.
Over de flank gepaast. Dit kan wel. Wordt dit wat? Gered, maar het blijft gevaarlijk. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. Castro. De bal wordt in de 16 gebracht. Het is lichte paniek in de verdediging, waar ze de grootste moeite hebben om de bal weg te werken. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al netjes op maat. Wie weet levert dit een kans op. Komt hier een kans aan. Die bal is niet ongevaarlijk hoor. Het leidt tot hachelijke momenten in de 16. En nu scoren. Knap gered hoor, maar het blijft opletten geblazen. Daar zal de keeper niet wakker van liggen. Weg met die bal. Wat gaat die keeper nou doen? Die moet zijn taakomschrijving nog eens doorlezen. Gaat hij voor een schot? Die bal gaat recht naar de tegenstander. Gaat op het doel af. Die bal wordt gestopt. De doelman pakt de bal makkelijk. De bal gaat heen en weer. Castro. De scheidsrechter heeft een overtreding geconstateerd. Ik ben benieuwd of er zo een kaart tevoorschijn komt. De trainer vervangt twee spelers tegelijk. Hij heeft de bal alweer te pakken. Ze waren hem kwijt, maar hij verovert hem met één terug. Goed gedaan. Nou, bal kwijt. We zien of de tegenstander er wat mee kan. Mogelijk een goede kans hier. Dat duel wint hij glansrijk. Goed uitgespeeld. Kans op een counter. Waar komt die bal terecht? Benjamin Mukanjo. Vincent Aboubakar. Die paas wordt doorzien. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Wat is dat nou voor een verdediger? Je moet wel van goede huizen komen om deze keeper te verrassen. Ah, die kopbal is een makkelijke prooi voor deze keeper. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Een opgelegde kans. Hij zit. Uitstekend combinatiespel en de afronding is ook prima. Voorsprong is verder uitgebouwd. Het verschil wordt nu wel erg groot. Ja, ik denk dat de wedstrijd nu wel gespeeld is. Maar ja, je weet het nooit. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen uiteraard. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Campos. Oh, dit kan een kans worden. Bal in het strafschopgebied. Hij voorkomt gevaar. De spelers hoeven de bal niet uit te trappen bij een blessuregeval. Daarom besluit de scheidsrechter het spel maar stil te leggen. De geblesseerde speler heeft het veld verlaten. We vervolgen het spel met een scheidsrechtersbal. De keeper krijgt. Oh, dat kan een dure fout worden.
Die bal gaat recht naar de tegenstander. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? En het schot. Ja, in het netje. Van dichtbij ingeschoten. Ja, dan ben je als keeper vrijwel kansloos. Van dichtbij de goal ingewerkt, genadeloos. Goed geanticipeerd. Die speler was de verdediger gewoon snel af. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. De trainer haalt hem naar de kant. Hij zal toch niet ontevreden zijn over zijn spel? Dat lijkt me niet, Evert. Hij heeft een topwedstrijd gespeeld en verdient gewoon de wedstrijdbal. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Martins. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. En nu scoren. Dit soort missers zie je op internet terug in hilarische filmpjes. En ik vrees dat deze blunder daar ook tussen hoort. Dit krijgt die speler nog wel even te horen in de kleedkamer, denk ik. Verstandig hoor van de trainer om de speler met geel te wisselen. Wie weet levert dit een kans op. Hij gaat ervoor. Het fluitje klinkt voor buitenspel. Tien minuten hebben we nog te gaan. Morales. Heel goed gezien hoor. Vincent Aboubakar. Aanval in de kiem gesmoord. Vincent Aboubakar. Morales. Martins, daar ligt ruimte voor de tegenstoot. De keeper stormde op hem af en de redding was oké. Het is altijd een gok natuurlijk om eruit te komen, maar hij had de bal wel. Wat gaat die keeper nou doen? Die moet zijn taakomschrijving nog eens doorlezen. Die bal is de lijn gepasseerd. Inworp dus. Die legt de bal terug. Nu schieten. Nee, dit feest gaat niet door. De vlag gaat omhoog voor buitenspel. Hij gaat tegen het aluminium. Wat een geweldige wedstrijd van deze speler. De trainer zal niets te klagen hebben. En dat is een goede reden voor een publiekswissel. Bereik zijn ploeggenoten die kopbal. Campos. Die bal is voor de tegenstander. Ze toonden veel geduld, maar het balbezit is nu toch voor de tegenpartij. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Hij heeft een sterk schot in de benen. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Er komen maar liefst 4 minuten blessuretijd bij. Terug naar de keeper en het publiek begint te fluiten.
Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat op het doel af. Geweldige kans hoor, maar al even geweldig gekeerd door de keeper. Ja, geweldig gepakt inderdaad. Schitterend gekeept. De bal wordt voor uitgelezen kans om te scoren. Wat een verdediger op de bal gespeeld. De scheidsrechter fluit de wedstrijd af. Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Nou, wat een fantastische wedstrijd van hem. Hij scoorde aan de lopende band even en die maakte echt het verschil vandaag. Deze wedstrijd is eigenlijk nooit de wedstrijd geworden, Jury. Het was geen eerlijke strijd. Nee, inderdaad, Evert, je hebt volkomen gelijk. Ja, meer kan ik er ook niet over zeggen.